Ik praat met Marijke Schermer over haar laatste boek, Liefde als dat het is. Je hebt een boek geschreven over... Ja, waar heb je eigenlijk een boek over geschreven? Over liefde als dat het is. Ja. Over een gezin wat uit elkaar valt. Over 6 mensen die zich allemaal tot het onderwerp verhouden op hun manier. Ja. Nou, wordt er natuurlijk best veel over liefde en zo geschreven. Dus je hebt denk ik toch iets willen toevoegen aan die enorme stapel die al over dit onderwerp geschreven is. Ja, ik wilde een... Het begon met de gedachte over dat gezin wat uit elkaar valt. Over dat het is een gezin met 2 ouders en 2 kinderen. 2 ouders, 2 kinderen. En die mensen zijn 25 jaar bij elkaar. En plotseling, althans voor hem lijkt het heel plotseling, geeft zijn vrouw er de brui aan. Die ziet het niet meer zitten. En eigenlijk over dat gegeven, dat 2 mensen met elkaar versmelten, of in ieder geval een leven hebben wat volkomen op elkaar is afgestemd, waar dan plotseling 1 iemand uit wil breken. Dat was het idee om dat te gaan schrijven. En mijn andere idee zat veel meer in de vorm van het boek, om het perspectief eigenlijk helemaal te laten meebewegen, bijna vloeibaar te laten zijn, dus niet bij iemand te leggen. En ook niet af te wisselen, heel netjes in eigen afgesloten hoofdstukken, maar dat eigenlijk voortdurend met de beweging van die figuren te laten meebuigen. Dus ja, dat wilde ik doen.